85 gezinnen die op het terrein, meer bekend als Miabri, op de hoek van de Meestraat en Rode Kruislaan woonden, hebben vanaf gisteren een nieuwe woonplaats. Zij hebben hun intrek genomen in de huizen van de stichting Palulu Woon- en Werkcentrum. Die opereert onder de paraplu van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Palulu Woon- en Werkcentrum zal niet alleen tijdelijke huisvesting regelen voor crisisgezinnen, maar ook voor young professionals die wel voor een appartement kunnen betalen, zegt Erna Afian Kooi, Public Relations Manager van de stichting. Minister André Musikaba geeft aan dat deze gezinnen een menswaardiger bestaan wilden hebben dan dat van Miabri. De plek was niet om naar huis te schrijven, als je naar de omstandigheden van de bewoners moest kijken, zegt de bewindsman. En ik vijf jaar ba, desma mi abri, moro lang al ik 20 jaar, desma bij de dape. En hier heeft dat desma schreef ik aan op een mooi. Maar eigenlijk, ik wil snel dat stukje van het verhaal vergeten. Want we zijn erin geslaagd om een oplossing te geven. En hier op dit moment hebben we 85 gezinnen. En in die 85 gezinnen hebben we 154 kinderen die we hier een menswaardiger bestaan hebben gegeven. En met ik betak me wan vergeten een hoofdstuk dat is snel. Waar mijn memory a klaag zang. Maar we zijn er natuurlijk om niet alleen te klagen, maar om oplossingen te zoeken. Volgens Afian Kooi is de stichting opgericht om mensen in crisissituaties met een tijdelijke huisvestingsprobleem te helpen. Ze zegt verder dat bij de toewijzing van de huizen er op de grootte van de gezinnen is gelet. En op basis van de gezinsgrootte, niet alleen de gezinsgrootte. Want we hebben bijvoorbeeld gezinnen waar de moeder 7 kinderen heeft, maar zijn kleine kinderen. Beneden 8 jaar. Nou ja, hun behoefte is anders. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een gezin met 2 grote kinderen waar een zoon en een dochter. Nou, dat is ook weer een totale andere samenstelling. Dus we hebben gelet op de gezinsgrootte, de samenstelling, de gender. En op basis daarvan hebben we dus de toewijzing gedaan. En hoe staat het dan? Moet men betalen om hier te verblijven? We hebben een grace periode. Kijk, in het beleid van het ministerie van Sociale Zaken is opgenomen dat er een stukje zorg is voor mensen die niet in staat zijn om zelf in hun onderhoud, levensonderhoud te voorzien. Maar je moet een bijdrage leveren, want dingen moeten betaald worden. Dus ze hebben een grace periode van een jaar, want waar ze waren, daar betaalde men geen huur. Men had gewoon illegaal de plek bezet gehouden. Erna Afian Kooi, Public Relations Manager van de stichting Palulu Woon- en Werkcentrum. Ze sprak vanmiddag na de officiële openstelling van de woningen van de 85 gezinnen die eerder in Miabri woonden. Over enkele weken wordt een tweede groep gezinnen bestaande uit young professionals verwacht die hun intrek zullen nemen in de iets kleinere appartementen. De stichting Palulu Woon- en Werkcentrum staat aan de Magnesiumstraat.